Hallo, welkom bij de cursus Programmeren PHP. Tijdens deze les bouwen we een eenvoudige optelmachine. Aan de orde komen variabelen, de toekenningsoperator en de rekenkundige operator. Daarnaast krijg je een lastig stukje code te zien waarmee je kunt controleren of er op de verzendknop van een formulier is geklikt. Je ziet hier een eenvoudig formulier met twee tekstvelden waarin de bezoeker een getal kan intikken. Daaronder staat een knopje met de tekst tel op. Wanneer je op het knopje klikt, dan wordt de optelling daadwerkelijk uitgevoerd. We gaan eens even kijken. 37, 85. Er is nog niks gebeurd, we klikken op het knopje en daar staat de berekening. 37 plus 85 is 122. Hier zie je het bijbehorende bestand rekenmachine 1.php. Bovenin staat het formulier post naar zichzelf, rekenmachine 1.php. Het eerste tekstveld heeft als name getal 1, het tweede tekstveld heeft als name getal 2 en de verzendknop heeft als name verzend. Daaronder komt het PHP-programma. Het PHP-programma gaat bestaan uit 4 onderdelen. Eerst gaan we controleren of er op de verzendknop is geklikt. Vervolgens gaan we alle input ophalen, de getallen die de bezoeker heeft ingevuld. Vervolgens maken we een berekening, we gaan de getallen optellen en tenslotte tonen we het antwoord op het beeldscherm. We beginnen met een lastig stukje code waarmee je kunt controleren of er op de verzendknop is geklikt. Die code ziet er als volgt uit. Als, if, gewoon haakje openen, er is op de verzendknop geklikt. De post verzend bestaat. Of iets bestaat kun je controleren met isSet. Weer een gewoon haakje openen. Je wilt controleren of de post verzend bestaat. $ underscore, post met hoofdletters, blokhaak openen, dubbele aanhalingstekens, blokhaak sluiten, en dan nog haakjes sluiten van de isSet, en haakjes sluiten van de if. Tussen de dubbele aanhalingstekens van de post komt de name van de verzendknop. Verzend. In een van de volgende lessen gaan we nader in op de werking van if. Alle code die uitgevoerd moet worden als er op de verzendknop is geklikt, plaatsen we tussen accolades. Dus vanaf regel 17 tot helemaal hier beneden. Accolades sluiten. Die code mag alleen maar worden uitgevoerd als de bezoeker daadwerkelijk op die telopknop heeft geklikt. Als de bezoeker geklikt heeft, gaan we eerst de ingevulde getallen ophalen en bewaren in een variabele. De variabele waarin we het eerste getal gaan bewaren noemen we $getal1. De inhoud van die variabele wordt is wat de bezoeker heeft ingevuld in het tekstvak en wat verzonden is met de postbode. $ underscore post met hoofdletters, blokhaak openen, dubbele aanhalingstekens, blokhaak sluiten. Dit is een opdracht, afsluiten met een punt komma. Tussen de dubbele aanhalingstekens de name van het eerste tekstveld, getal 1.
De is die hier staat, spreek uit van een bord, noemen we een toekenningsoperator. Deze regelcode, ik ga het kopiëren. Die plakken we er vervolgens nog een keertje onder. We wijzigen getal 1 in getal 2. Klaar. Derde stukje van het programma. Dan gaan we de berekening maken. We gaan de inhoud van de variabele getal 1 en de inhoud van de variabele getal 2 bij elkaar optellen en bewaren in de variabele $antwoord. $antwoord wordt, krijgt als inhoud wat er zit in $getal 1, $getal 1 plus wat er zit in $getal 2. $getal 2. Dit is ook een opdracht. Afsluiten met een komma. De is spreken we uit als wordt. Een toekenningsoperator. En de plus noemen we een rekenkundige operator. Ten slotte, het laatste stukje van het programma. Tonen de berekening en het antwoord op het beeldscherm. Dat gaat met de opdracht echo. Echo, aanhalingstekens, is ook weer een opdracht, een komma. Tussen de dubbele aanhalingstekens tikken we de berekening samen met het antwoord. Wat er bewaard wordt in de variabele $getal 1 plus wat er bewaard wordt in de variabele $getal 2 is gelijk aan wat er bewaard wordt in de variabele $antwoord. En we hebben een mooie optelmachine. 12.078 plus 33.756. Tel op. Foutloos.